Het is eerst tijd. Lekker voor de schermen. Nou, guys, we waren net heel de tijd bezig met shoot. Ik heb nu even ergens een koffietje op het terras. Pistache? We hebben hier een pistachebroodje. Met een... You just give me a... Een hele goede morgen! Het is vandaag maandag. Ik heb net lekker gesport. Een Hyrox lesje was echt weer heerlijk. Ik ga altijd met een vriendinnetje. Super gezellig met Ame. We kennen elkaar van het dorp waar we allebei vandaan komen. Dus dat is wel leuk. En daarna gaan we altijd even een matchaatje halen bij het cafecito. En we hebben daarna, normaal gaan we er zitten. Maar het zat best wel vol. Dus ik dacht, nou, we gaan gewoon even lopen. We gaan het even uitlopen. We hebben echt nog lekker 40 minuten gewandeld in de zon. En nu begint het opeens weer te regenen. Nou, geen idee. Ik heb daarna even boodschap gehad bij de Aldi. Ik was maar weer 12 euro kwijt. Echt ongelooflijk. En ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal heb. Ik heb amandelmelk, magere melk, magere kwark, 2 keer instant noodles in de smaak shrimp en chicken, cottage cheese, smeerkaas, sambal ter 20+, gerookte kipfilet, mozzarella bolletje light, tomaatjes en avocado. Yum! Nou guys, ik heb even lekker instant noodeltjes gemaakt, die ik dus net heb gehaald. Ik had er helemaal zin in. Lekker warm. In de smaak garnaal. Maar ze zijn heet, joh. Dat is echt ongelooflijk. Met een heel klein beetje soep gemaakt. Ze zijn zo heet. Maar die soep maakt het eigenlijk juist lekker. Maar was ik even vergeten. Ik ben zo gewend om mijn noedels af te gieten. Lekker fishcakes erbij. Wel lekker met garnaal. Pas wel bij elkaar. Die instant noodles zijn wel laag in calorieën, maar wel echt, ja, echt heel slecht voor je volgens mij. Gewoon plastic of ik weet niet wat het is. Wel lekker. Met het soepje erbij een beetje. Nou. Ik ga het ook opeten. Ik heb er even lekker mijn inlash opgeplakt. Dit zijn de Sultry Lashes. Heel mooi. 14 mm heb ik altijd. Ik heb dus een doorlopende kortingscode SAAR20. Die kun je altijd gebruiken. Gewoon SAAR20. Krijg je 20% korting op de gehele website. Ja, jullie weten hoe chill ik het vind. Ik draag het letterlijk elke dag. Ja, ik doe er vaak langer dan een week mee. Dus ja, ik vind het echt super chill. Ik heb nu even een proteïne shakeje. Banaan, my protein, the best. En ik ga zo naar Anna. Gewoon gezellig samen eten en lekker wandelen met de baby. Heel leuk pakketje. Weer van Look Fantastic. Ik werk al jaren samen met Look Fantastic. En ik heb nu ook een nieuwe betaalde samenwerking met Look Fantastic. Ja, Look Fantastic is een beauty webshop dat alles voor de beautymerken heeft. Ze hebben altijd de beste kortingen lopen. Ze hebben haar, make-up, parfum, tools. Dus ik ga jullie weer even laten zien wat ik heb gehaald. Om jullie wat inspiratie te geven. Want meiden, dit is echt weer helemaal geweldig. Ik heb bij Look Fantastic een doorlopende kortingscode, SARAVLF. Die loopt altijd door. Elke dag, elke maand, elk moment van het jaar kun je hem gebruiken. Ja, sla hem op in je notitie, deel hem, stuur hem naar je oma, whatever. Maar die kun je dus altijd gebruiken en dan past hij de korting automatisch toe. Want het zijn altijd andere kortingen. De korting die er is, past hij automatisch toe. Trouwens, ik wil even één ding zeggen. Gisteren was er iemand naar me toe gelopen op zomerterrasfestival. En diegene zei echt het allerliefste ooit. En ik vond het zo... zo cute. Ze zei van ja, ik volg je en ik vind het zo leuk om je te volgen. Door jou ben ik echt zo verzekerder geworden. En ik word echt helemaal blij van je. En positive vibes. En zo lekker bezig. Je motiveert me echt. En toen dacht ik echt, oh my god. Dat is letterlijk het enige doel wat ik heb. Ik wil gewoon spread the love, spread the positivity. Ik wil mensen helpen, inspireren. Ik vind het zelf namelijk ook fijn om geïnspireerd te worden door mensen. En het is toch alleen maar fijn als we elkaar kunnen helpen. Dus even iets tussendoor. Maar ik was zo hyped over die... degene dat ik echt dacht, dit vind ik echt te cute. Maar goed, ik ga even laten zien wat ik heb. Als eerst heb ik de Mermaid Tang. En dit is echt, ja, ik hou echt van die Mermaid Waves. En dit is een Long Lasting Waves for Day. Dit is de 22 mm, dus die is eigenlijk perfect. En hoe leuk is ook dit paarse kleurtje? Nou, ik vind die normaal. Dan heb ik mijn favoriete setting spray. Dat is deze van L'Oreal. De 3 Second Setting Mist. Hij droogt letterlijk meteen op. Het is echt een soort haarlak setting spray. En die was op. Het is gewoon zo. Nou, dan zit het echt niet normaal goed. Dus ik heb er even 2 van ingeslagen. Zijn ook helemaal niet duur. Dan heb ik ook de Urban Decay All Nighter setting spray. Ik gebruik vaak een combinatie. Dus eerst doe ik deze en dan die. Soms als ik een make-up kijk. Dit gebruik ik echt als ik
uitga of naar een festival ga of whatever. Maar als ik meer een beetje een glowy look wil, dan gebruik ik dit. En die blijft ook echt helemaal goed zitten. Maar dit elke dag gebruiken is denk ik niet heel goed voor je huid. Dus in combinatie erbij gebruik ik deze. Echt mijn absolute fave. Dan een nieuw geurtje van Sol de Janeiro. Deze heb ik al helemaal opgespreid omdat ik hem zo lekker vind. Dus nog een keer. Dan deze zelftanning mist van Isle of Paradise. Deze is echt van fucking chill. Deze laat echt totaal... dit is een oil mist. Dus het blendt echt een soort lekker in. En ja, ik vind deze gewoon heel chill. Ik krijg hier echt een hele mooie egale tan van. Dus deze vind ik echt top. Dus ook echt aanraden als zelftan. Gewoon kan je gewoon zo... Ja, ik heb nu natuurlijk make-up op. Maar ik kan gewoon een beetje zo spuiten. En dan, ja, word je gewoon heel mooi geleidelijk bruin. Love, love, love. Dan de Color Wow Dream Coat. Ja, dit gebruik ik echt altijd voordat ik mijn haar ga feunen. Het maakt je haar echt super mooi shiny. Ja, het geeft gewoon echt een dream coat. Het is echt niet pluizig. Ja, ik vind het echt een topspul. Je doet er ook echt lang mee. Dan mijn überhaupt favoriete product op deze hele wereld. En dit maakt mijn make-up zo flawless. De Bobbi Brown Vitamine E of C? Ja, Vitamine E. Serum. Ja, dit is zo'n goed... Je doet hier ook best wel lang mee. Het staat niet op de vitamine E of C. Gewoon een Vitamin Enriched Face Base. Ja, dit is gewoon echt de beste crème ooit. Ja, dit vind ik gewoon top. Dit moet ik gewoon als primer en als basis moisturizer alles hebben. Dan boeptape. Ik zag dus dat ze boeptape hadden. Nou, die van mij was op. Dus ik dacht, let's go. Ik ben heel benieuwd. Ja, het ziet er gewoon uit als boeptape. Altijd handig om te hebben. En als laatst een nieuwe blush. Want ik zocht eigenlijk, ja, gewoon naar een beetje variatie. Ik gebruik altijd dezelfde blush. Dus ik dacht, misschien leuk om een keer iets nieuws uit te proberen. Ik heb nu deze van Armani Beauty. En die zag er echt heel mooi uit. Die ga ik lekker uittesten. Super. Nou guys, ik ben weer thuis. Ik ga naar bed. Ik heb nu nog even een vlog geëdit. Niet helemaal af, maar gaat morgen wel. Drink your water. En ja, ik ben echt kapot. Ik ga lekker slapen. Goedemorgen, maar het is vandaag dinsdag. Ik ben helemaal gefleekt. Want ik heb zometeen een shoot met Bolt voor hun festival. Dus tijdens het weekenden hebben ze een soort festival Bolt. En daar moet ik een soort shoot voor doen. Nou, helemaal leuk. Helemaal prima. Dus ik ga er nu vandoor. Ik heb helemaal een party outfit aan. Echt, hoe gaat het met jullie op je dinsdagochtend? Met mij gaat het goed. Nou guys, we waren net de hele tijd bezig met de shoot. Ik heb nu even ergens een koffietje op het terras. Het is echt fucking erg hoofdpijn. En zo meteen ga ik op het kantoor nog even de voice-overs inspreken. Dus dat is het er. Ik heb net echt lekker anderhalf uur gewandeld en gebeld met Bo. Dat was echt zo gezellig. Nu lekker een decaf koffietje. Karamel. Dat is echt mijn holy grail. Love it. En ik ga denk ik even een lotuskoekje erbij pakken. Kijk, dit is mijn cute koekjestrommel. Er zitten een paar lotuskoekjes in. Echt, oh, zo lekker. Ik doe er twee. Ik vind koekjestrommels gewoon echt heel chill, want koekjes blijven er gewoon vers in. En ik eet niet heel veel koekjes. Ik ben niet echt een koekjes-snoepjes-mens. Ik ben gewoon niet echt een zoetig craver of zo. Echt totaal niet. Ik heb liever zeg maar een zak chips. Maar goed, ik heb trouwens echt iets heel leuks. Heb ik jullie nog helemaal niet laten zien. Kijk jongens. Ik moet het eigenlijk even laten zien in het licht. Maar er komt ook nog een nieuwe salontafel. Maar ik heb dus twee nieuwe kussentjes en dit nieuwe kleed. Echt zo blij mee. Oh, hier is mijn telefoon. Ik was hem al kwijt. Maar echt zo blij mee. Hoe leuk is dit nieuwe kleed? Echt geweldig. Zo chill. Een hele goeie... Zo, ik verstik me bijna. Goedemorgen allemaal. Het is Wednesday. En normaal heb ik altijd in de middag personal training, maar nu in de ochtend. En super leuk, want Stan gaat ook een keertje mee. Stan gaat namelijk ook meedoen aan High Rocks. Dus het leek hem wel leuk om ook een keer mee te gaan. Dus ik stap nu de auto in. Ga ik lekker trainen. En besef, dit vestje was vroeger strak. En hij is nu echt veel te groot. Het is ook echt maat M. Ik zou nu echt nooit meer maat M bestellen. Echt bijzonder. Oké, let's go. Ik heb lekker gedoucht en me klaargemaakt. En ik ga nu een pakketje unboxen. Want ik had een pakketje besteld. Ik had een pakketje besteld bij Burga.
Want ik had een giftcard gekregen. Omdat ze gingen mij op straat interviewen. Echt super toevallig. En als je dus dan alle antwoorden goed had, dan kreeg je een giftcard. Dus ik had alle antwoorden goed. En toen kreeg ik een giftcard. Superleuk. Dus ik heb even wat leuke dingetjes besteld. Als eerst een oplaaddraadje. Dus echt altijd handig. Dus die. Dan telefoonhoesjes natuurlijk. Het was iets van 3 plus 1 gratis. Dus ik heb er natuurlijk 3. Ik heb er ook één voor mijn moeder. Het is uitgekozen. Ik heb een beetje een coole vibe. Deze heb ik voor mijn moeder. Die vond ze heel mooi. Dus die heb ik. En ik heb deze voor mezelf. Echt zo leuk. Kijk hoe leuk. Ik heb hier dus SV van Sarah Verboerd. En dan hier dus deze hoesjes. Ik ga het meteen omdoen. Ik moet alleen even zo'n nieuw ding bestellen. Ik vond vooral deze echt heel leuk. En mijn initialen. Hoe leuk. Ik vind dit echt fucking geweldig. Helemaal leuk. Helemaal het einde. Dan een nieuw AirPod hoesje. Want die was ook kwijt. Of nou, de bovenkant ben ik kwijt. Dus die is ook heel leuk. Dan heb ik een ringholder. Deze. En ik dacht, die is dan weer leuk. Maar je hebt dan deze. Maar die is dan weer leuk hierop. Dus die ga ik er ook gewoon meteen op plakken. Kijk. Dit is toch fucking leuk. Ja, ik ben helemaal obsessed. Ik heb helemaal mijn research gedaan. En als laatst een heel leuk notitieblok. Want mijn notitieblok nu is bijna vol. En ik dacht leuk in combo met een hoesje. Helemaal goals. Ik ga nu even lekker boodschapjes doen. En Stan komt zo meteen gezellig. Ik kan er echt weer helemaal naar uitkijken. Ik ga lekker een pastaatje maken met kip en bouchen en spinazie en zo. Helemaal yummy. Ja, dus ik ga even boodschappen doen. Ik moet een nieuwe lamp halen, want die is op. Dan moet ik een banaan halen. Moet ik even opschrijven. Banana, banana, banana. Oh, ik ben zo obsessed met mijn nieuw hoesje. Zo fucking obsessed. We gaan het even allemaal halen. Boodschappen zijn weer gehaald. Ik heb echt best wel een tas vol. Dus ik ga jullie even laten zien. Lekker maiswafels. Crackers, volkoren crackers. Oh ja, 2 lampen. Die waren namelijk nodig. Dat was ook buiten adem. Een half volkoren brood. Always neem volkoren. Kippendijf leven in de slager. Turkse slager. Surimi. Natuurlijk om de verslaving door te zetten. Tomaatjes. Zuivelspread. Light. Decaf koffie. En bananen. Sandy zijn lekker de slimste mensen aan het kijken. Echt love it. We hebben even zin in een snackie. En wat wij dus heel graag nemen in de avond. Deze crisps. Van mijn protein. Valt op 100 calorieën. Maar het is toch gewoon even zo'n lekker snackie tussendoor. I love it. Goedemorgen maar. Ik heb vandaag een super leuke dag. Ik ga namelijk de hele dag gewoon gezellig met Coco. We gaan zo meteen lekker sauna, ijsbad, een broodje halen. Vanavond gaan we naar het terrasfestival. Dus we hebben helemaal een leuke dag. Nou, het is eerst tijd. Lekker voor de sauna. En daarna gaan we dus weer in ijsbad. En daarna gaan we lekker trainen. Nou, we komen net uit de sauna. We hadden 35 minuten. Het is echt. Ik zweet op lekker. Wat ik niet wist als persoon. We gaan nu even snel douchen. En dan gaan we lekker in de ijsbad. Oh mijn god, jongens. We zijn. Nee. We zijn bij Vegetalian. Zag het goed? Kijk even. Kijk. Pistache. We hebben hier een pistachebroodje met mozzarella en rozemarijn. We hebben hier, het zijn eigenlijk een soort dubbelgevouwen pizza's. Met heel veel lekkere toppings. En het is echt zo'n brood. En het is echt 7,50 of zo. Ja, en dit is gewoon een avondeten. Ja, dit is echt bizar. Ik heb dus met een soort pepperoni en kaas en vegan, nee, vega pepperoni. Ja, dat is zo lekker. En ze hebben echt heel veel soorten broodjes hier. Dus het is ook echt super leuk interieur. Ja, echt fucking lekker. En nog goed. Ik heb nu spicy. Oh, even een pepertje. Top, ik zou er echt een broodje gaan halen. Als je het zit op de Beeldendijkstraat. En het is hier ook denk ik echt leuk om te zitten in de avond voor het eten of zo. Ja, dat is allemaal vegetarisch wel. Ja. Maar je mist het vlees niet. Totaal niet. Maar ik heb dan een soort vega. Pepperoni wel, zit er wel op. Ja. Ik ga zo ook even naar de
menu kijken voor de avond. Ja. Het is best wel opvallend, want ik ben hier best wel vaak voorbij gegaan. Ja, ik wist niet dat het zo groot was. Nee. Ik dacht dat het alleen soort takeaway broodjeszaak was. Ja. Dat zit, ja, echt top. Als je dus hier voor 11 uur komt. Ja, heel lijp. Krijg je je koffie voor 2 euro. Met ook haver, oat latte, maakt niet uit. Nou, dat vind ik echt leuk. Koffie wordt weer. Ga ik echt een keer doen. Ja, ho. Nou, ga ik ook weer koffie halen hier. Ja, ga ik echt een keer doen. Nou, Coco en ik zijn lekker de hele middag aan het werk geweest hier. We zijn helemaal productief bezig. En ze is nu zo lekker shakshuka aan het maken. Ja. Kijk hoe goed. Dit gaat dan zo lekker stoven en dan doe je deze zo. Lekker tomaatjes, paprika, eitje. Uit. Eigenlijk zo simpel. Ja, het is echt heel makkelijk eigenlijk. Maar echt super lekker. Want we hadden vanmiddag echt natuurlijk zo'n brood nou, op. Ik heb er helemaal gewoon echt een soort buikpijn van gehad. Ja, nou, niet buikpijn, maar echt een soort... Ja, mijn lichaam is niet gewend dat ik dat voor lunch neem, nee, zeg maar. Dat. Dat zit en kaas, ja, en olie, en dit, en dat. Het was echt wel heel, heel lekker, maar... Heel lekker, maar dan wil je wel een beetje licht avond eten. Ja. Ik zou nu oprecht niet eens plek hebben voor... Nee, als ik nu weer helemaal te nacht... Ja. Dat gaat niet meer. Maar in ieder geval, we hebben dus zometeen het zomerterrassenfestival. Nou, ik weet niet of jullie het weer hebben gezien, maar het regent. Dus we zijn echt zo niet in de vibe van, oh, lekker zomerterrassen. Oh, ik moet ook even heel snel een klein beetje make-up opdoen. Dat ga ik even doen. Hey! Gezellig! Ja, altijd hè. Oh, gaat die focus wel? Morgen wel koffiecito, hè? Nou, die nieuwe. Good coffee of good news? Good news. Good news. Good news, heet het ook. Oh. Ja, in de pijp. Oh, let's go. Iedereen, let's go. Iedereen, helemaal hem gaan. Helemaal hem gaan. We hebben echt zoiets lekkers van Yuzu. Yuzu moet je in Amsterdam uit eten gaan. Dat is dit is een rauwbun pork belly. Promotion. Zelfs de prinsessen hebben hier gegeten. Nee, hier moet ik even iets bijbetalen? 12,50. Voor jou. Deze weg. Staat er nog op? Okay. Wat bijbetalen? Nee, nee we hebben nog 12,50 over. Oh, dan nog maar een... Nee. Dan mag ik dan nog een shot? Nee, die gyoza's zijn tenen lekker. Ja, maar die zijn op. Zijn lekker, zo. Mag een shot? Yo! Gebeurt okay. Iedereen de hele tijd. Morgen zijn we gewoon helemaal weer het mannetje en het vrouwtje. Ja, morgen gaan we naar Yuzu. Maar mogen we nog een shot? Nee. Doe maar 3 shots dan. Dankjewel, vriend. Hey, dankjewel nog wel. Ja, graag gedaan. Heerlijk, is het lekker? Taste test. Dit is Yuzu in Amsterdam. Het zit bij de Kerkstraat, het is echt fucking lekker. Niemand. Niemand. Pork belly. Holy shit. Bouwen. Oké, schatjes. Kijk, hoe lekker. Dit heet Yuzu. Morgen busy draaien. Sake shot. Wat doe jij morgen? En met Sam. Hier zijn kelders, morgen een feestje en op een busy draaien. Ik ben daar. Ja? Hoe laat is het? Vanaf 10 uur. Doen wij samen? Oh, je hebt toch niet No Art Show? No Art is, is hem af. Nee, een dag erna. Morgen is vrijdag. Ja, No Art is samen. Ja, maar het is toch een Burnaway Show? Ga ik daarheen? Ja, dat zei Merel. Oh. Merel Beertje ik agenda. Ik hoor ook maar dingen. Ik ga lekker. Dan daarna. Maar dit vind ik zo lekker. Ja, dat is normaal. Dit smaakt niet eens naar alcohol. Ja, ja. Hoe kan dat? Ik vind dus limoncello echt niet lekker. Het is niet lekker. Maar dit vind ik echt fucking lekker. Ciao besteld. Nee, heb ik niet. Ik heb hier sake. Doe maar 3. Heel lekker, heel lekker. Dit is niet normaal hoor, dit brood. Helemaal. Wat? Mag er nog 6. Ja. Lekker hè? Dat is niet normaal hè? Die shirtjes ook. Die zijn bizar. Die zijn normaal. Die rice sticks? Ik wil bijna maar die tap gaan halen. Die rice sticks zijn echt insane. Het smaakt niet naar alcohol. Zo lekker. En jij bent nog een. Jij bent het mannetje van de avond hoor. Ja, ik weet het. Ik vind het lekker. Besef. En ik vind dit echt fucking lekker. Ik zag allemaal zoek geen limoncello. Lekker Igor. Waar gaan we weer een meeting houden? Wat zeg je? Gaan we weer even een meeting houden?
Lekker. Ik heb die pork belly. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag. Ik heb lekker lunch ontbijt gemaakt. Lekker broodje avocado. Ik heb lekker mijn nageltjes gelakt. Helemaal cute kleurtje. Ik ga even mijn avocado's proeven, want hij staat me echt aan te staren gewoon. Ik vind dit zo lekker. Een broodje geroosterd, een avocado gemashed met peperzout en citroensap. Een uitje gebakken, een crispy chiliolie. Dan ben je er helemaal niet normie. Nou, we zijn met Max. Weet je nog wat je hebt gevlogd? Ja, je zei nog tot morgen bij echt? Ja. Oh, ik ga jou. Oh my god, ik ga wel zien in de vlog. Was je erg? Nee, het was heel kort maar. Okay. Maar we hebben lekker een merchsetje. We zijn bij Basket. Ja. We waren eigenlijk, die plan was om de Good News koffie te gaan, maar ze hebben geen tafeltjes. Ja, ik wil wel zitten. Ook niks bouwt. Je moet bij die McDonald's gaan, ja. Bij die benches. Ja, doei. Ja, we zien elkaar sowieso het volgende. Het is echt meer takeaway. Heb je een camera? Hoe is jezelf dan? Hetzelfde. Oh. Looks new. Jongens, Stan en ik hebben net gewoon lekker 7 kilometer hard gelopen. Fucking goed. In 40 minuten. En we gaan nu de stad in. Yo, yo, mensen. We moeten wat dingen halen. Yo, yo. Nou, let's go now. Ja, zeker. Weet je. Sanne moet een Apple Watch opladen, want die is die zeg maar al 3 maanden kwijt. Dus hij heeft al 3 maanden zijn Apple Watch niet. En hij is een beetje een uitsteller. Ja, gestolen. En hij is een beetje een uitsteller, dus dan krijg je dat. Goedemorgen allemaal. Scooter. En we zijn weer onderweg naar Renaissance. En we gaan nu cryo doen. Vorige week wilden we dat ook doen, maar het kan dus niet na een sauna. We hadden eerst sauna gedaan. Wij hebben even gesport en we hebben broodjes gehaald. Kijk, deze persoon. 2 pistoletjes. 1 met filet speciaal. En 1 met grillworst. Fuck lekker. De eerste grillworst eten, die is warm. Oh. Met de grillworst. Kijk even mijn oortjes in de oplader. Oh ja. Connectie. En honing mosterd saus. Wil je niet even daar zitten? Kan ook. Ja, of wil je wat kijken? Ik vind het ook wel leuk om wat te kijken hoor. Ja, doe ik ook wel. En die 4 broodjes bij elkaar waren maar 15 euro. Is echt niet duur voor Amsterdam. En ik heb ook nog 1 mogen grote, hè? Wat dan? 1 grote heb ik. Oh ja, jij hebt zelfs nog 1 grote. Kwart voor 1. Ik had nog niks gegeten. Ik heb me even snel gedoucht en omgekleed. Mijn schoonzus komt nu gezellig. En dan gaan we gezellig naar de Noordermarkt. Gaan we even boodschappen halen voor vanavond. Want dan gaan we dus Vietnamese barbecuen. Dus heel veel zin in. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik heb net lekker 6 kilometer hard gelopen met een renclub. Het was echt heel leuk om gewoon mensen tegen te komen die gewoon een beetje dezelfde doelen hebben en zo. En ja, het was echt heel gezellig. Ging ook echt heel goed. En ik ga nu lekker het zonnetje in. Ik ga denk ik even een terrasje pakken. Gezellig met Amee, waar ik ook net mee heb gerend. Dus nou, helemaal lekkere zondag. Jongens, dit was alweer de weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Natuurlijk op mijn kanaal te abonneren. En me te volgen op TikTok en Instagram. Dus @zaakvervoerd. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei.